In een recent televisieinterview met het 15-jarige slachtoffer van Bilal Wahib kreeg Humberto dan zowel lof als kritiek. De jongen deelde zijn aangrijpende verhaal over pesten, wat hem veel steun opleverde, maar ook controverse veroorzaakte over de keuze van de presentator. Humberto Tan heeft kritiek naast zich neergelegd en benadrukt dat de gemoedstoestand van de jongen centraal staat. Hij richt zich op de positieve reacties die de jongen heeft ontvangen en is vastberaden om de focus daarop te houden. De redactie van het programma heeft zorgvuldig gehandeld, raadpleegde een psychiater en zorgde voor uitgebreide voorbereidingen, waaronder gesprekken met de ouders van de jongen en zijn begeleiders van de stichting Future Face. Deskundige Bart Ettekoven benadrukt dat als alle betrokken partijen, inclusief Leonardo en zijn ouders, tevreden zijn, de kritiek van anderen minder relevant is. De jongen heeft zijn doel bereikt om impact te maken en zijn verhaal te delen. Het sensatieverwijt van Johan Derksen wordt als onterecht beschouwd en Bart Ettekoven benadrukt dat Humberto Tan integer handelt en niet louter voor kijkcijfers gaat.